wel een monster. Nee, normaal. Zie eens, mannen. Wat een plakje. Terugzetten. Dit is wel een staart. Hai, man. Opa. Wat denk maatje? Goh. Zie je wat een visje, dat is toch niet normaal. En dat openbaar. Wat een bakje, over de 30 kilo schub, meter lang, wat een vis, monster, wat een sessie, bam. Wassen mannen, gewoon de big fish rig. Echt niet normaal waar we die rig al gevangen hebben. Is er al 23 jaar mee op alle wateren. En als ze zeggen dat de rigs niet bestaan die op alle wateren vangen, wel, deze is er wel een. Wel een bak, dat bewijst genoeg. Hè. Super. Over rigs wordt veel verteld, in mijn ogen veel commerciële dings. En sommigen zeggen
dat je voor elk water een ander rig moet gebruiken. Ik vind dat pure onzin. Want ik vis eigenlijk al 24 jaar met dezelfde rigs. En ik denk dat ik al 100 verschillende wateren bevist heb. En ik vis altijd met dezelfde rigs. Allee, twee verschillende rigs eigenlijk, maar 90% vis ik eigenlijk met deze rig. Dat is de combi rig. Ik verkoop die zelf als de big fish rig. Waarom? Omdat ik daar al zoveel grote vissen op gevangen heb, dat dat een mede normaal is eigenlijk. Je kunt die rig natuurlijk ook zelf maken. Hè. Maar ik heb dat met mijn gamma, omdat dat eigenlijk een super rig is. Super rig is. Het enigste dat ik van tijd aan mijn rigs verander, en dat is natuurlijk wat heel veel mensen niet doen, als je bijten krijgt en je krijgt toch lossers, dat ze van rigs gaan veranderen. Ik heb al zo dikwijls meegemaakt dat ik lossers krijg dat ik gewoon van pop-up kan veranderen. Deze is dan een snowman. Gewoon een snowman veranderen op gewoon een bolly, een 20 mm op de grond. En je vangt terug vis. Het is ook al andersom gebleken dat ik gewoon met een 20 mm op de bodem aan het vissen zijn, dat ik gewoon een snowman met een snowman ga vissen en gewoon terug vis perfect haak. Dus het is gewoon heel simpel, je moet niet altijd van rigs veranderen. Het is dikwijls de presentatie dat het doet. Dat vangt of dat vangt niet. Af en toe, natuurlijk, durf ik ook gewoon een 20 mm half doorsnijden. Met een 15 mm half, dat is eigenlijk een beetje, dat krijg je wat wafter systeem. En dat is ook nog iets dat eigenlijk heel goed werkt. Dus deze eigenlijk, kan die direct goed in beeld laten zien. Kijk. Dit vis ik al 23 jaar mee, op alle wateren, en ik vang nog overal vis mee. Het enigste dat ik het nog wel doe, dat is natuurlijk als je moet gooien. Ik gebruik eigenlijk altijd de big fish rig 1, de combi rig, met de voerboot, en dan pak ik hem gewoon met een wartel. Dus gewoon met een wartel, hè, want zo zijn ze gemaakt. Als ik moet gooien, en ik moet heel ver gooien, pits ik die wartel eraf, ik zet er een anti-tangelsleeve op en ik gebruik een quick change voor, zodat die rap vervangbaar is als ik, als er raak bot is of zoiets, dat kun je heel rap vervangen. Hè. Dus ik trek die mooi erover en zo gooi je eigenlijk niet meer in de war. Je ziet, kijk. Die duwt mooi uw haken weg. Simpel, maar ik vis zo altijd en heel effectief. Ik heb dat deze nacht wel bewezen, want we hebben gewoon 22 kilo vissen gevangen, een 24, een 25 en een 30 kilo vis. Allemaal op deze simpele rig. Gouden bolletjes. Ik vang hier een mooie gouden vis mee. Altijd fantastisch voor een kooi te vangen.
volwassen. Bijna 25 kilo. Straf dat al die dikke vissen 's morgens komen. En een dag allemaal klender. Ja, klein. 18 kilo, 17. En dan 's morgens een bak. Hoppa, wel een monster. 27 kilo en niet normaal. Goh, wat een sessie bij jou. Jongens, jongens. En dan de herfst. Mega bak. Maar wat een jaar. Op de monsterbollies. Niet normaal, zie je wel een bak wel, joh. Goh, super vis. Goh, wat een chique vis. Dat wel op een openbaar water. Juppie. Dus terugzetten ze. Denk maar, oké. Volwassen, water met kindjes, is dat mijn trots natuurlijk, mijn aas. En ik zou natuurlijk ook niet echt sterk zijn als ik niks zou zeggen over mijn aas. Hè. Want ik heb toch heel veel te denken bij succes aan mijn bollies natuurlijk. Hè. Ik mik al bollies in de tijd dat nu de meeste aasfirma's die nu uitkomen nog in de wieg lagen. Dus eigenlijk ervaring zat met aas. Ik heb al meer dan 40 jaar mijn eigen verdiept erin en ik heb er altijd mijn eigen mee bezig gehouden. Omdat ik toch denk, eigenlijk van overtuigd zijn,
dat je met aas het verschil kunt maken. Vooral op kleine wateren, maar ook op grote wateren. En we nu ook wezen bewijzen. Je zat een jongen te vissen, al een paar dagen, die kreeg geen bijt, die heeft geen bijt gehad. We lagen nog geen 4 uur in, die jongens ingepakt, en we lagen nog geen 4 uur op dezelfde stek in de waden al vis. Dus, daar kan ik boekdelen over schrijven, dat is al zo dikwijls gebeurd. Mijn klanten, testvissers hebben dat meegemaakt, dat ze overal vis vangen, waar de rest eigenlijk zitten blanken. Ik geloof erin dat een karper, ze zeggen altijd een karper vreet alles, dus, dat is ook onzin. Een karper eet natuurlijk alles, maar als een karper keuze kan maken uit het goed, ga je altijd zeker het goed pakken. En dat is natuurlijk het belangrijk van vers aas. Ik heb altijd geluk gehad te werken met verse ingrediënten en kunnen en vooral alles kunnen testen. Dat is heel belangrijk. Elk ingrediënt in mijn bolly heb ik zelf uitgetest, zelf uitgeprobeerd. En natuurlijk de basismix, de ingrediënten. Maar bij mij in de mixen zitten eigenlijk meer smaakstoffen als ingrediënten. Ik wil, als een karper mijn bollies eet, dat hem natuurlijk zijn eigen er goed bij voelt, voor de voedingswaarde, maar dat hem er ook terug naar komt omdat de smaak heel lekker is en dat hem echt van de smaak houdt. Ik weet, de al die jaren dat ik al bezig geweest ben, dat bepaalde dingen de karper echt van houdt. Al die dingen heb ik natuurlijk in mijn aas gesteken en dat is natuurlijk het succes van de Eddy Sterks B-training. Wel een bak, een meter lang. Wel een super sessie. Wat ik toch wil zeggen is ook dat de voertechniek die je toepast op zo'n water toch echt heel belangrijk is. Want ik vang hier weer de pannen van tak en de rest dat zit gewoon in de neus te dabben. Dus, niet alleen de taas, maar de voertechniek is ook heel belangrijk. Daar ga ik straks wel even iets over vertellen. Om eens terug zetten ze. Ervaring en vertrouwen, dat is het belangrijkste in het karpervissen. Dan komt wel aas, want dat vind ik echt super belangrijk. Maar voertechnieken zijn dingen dat sommige mensen toch wel vergeten. Ik wil één ding zeggen, die goedkope bolletjes en die zakken gekleurde bollies allemaal onderin dat ze verkopen als voerbollies, die zijn echt niet geschikt voor te voeren. Voor te voeren zit, als je logisch nadenkt, moet een kwalitatief aas hebben. Vers en kwalitatief goeie aas, dat dient voor te voeren. Geen rommel. Dus eigenlijk de voertechniek, waar het tot nu over gaat, dat is eigenlijk het belangrijke in het karpervissen ook. Zelf pas ik een voertechniek aan die ik al 5 jaar zelf toepas. En dat heb ik een beetje geleerd van het witvissen. En dat is eigenlijk constant voeren. Geen massa's. Als ik met de voerboot uitveer, dan pak ik eigenlijk zo 15 bolletjes, 20 bolletjes in de voerboot. Ik veer mijn lijnen allemaal uit. En tussen mijn lijnen ga ik bolletjes verspreiden. Pak 50, 60 bolletjes. Wel dat natuurlijk niet. Verspreid ik met de werphep tussen mijn aas. Om de 2 uur herhaal ik dat. Kan wat tijd ook eens 3 uur zijn. Maar als je er eens aan denkt, op voeren. En als je beter krijgt, begint je aan te beter. Moet je blijven voeren. Het heel, ook heel belangrijk is, als je een rang krijgt en je bent met 2 man... dat uw gast die erbij is, dat hij trekt voerts mee dat jij aan het trillen bent. Dat je de vissen constant bezighoudt. Als je alleen bent, schep de vis, laat hem rustig even in het net liggen, pak trek de warpep en voeren. En dit blijf je doen. Ook s'nachts, als je moet wakker worden of zoiets, of ja, zelf sta ik regelmatig s'nachts op en blijf ik voeren. En dat, de laatste 5 jaar heb ik daar de pannen van tak mee gevangen. Die mannen op water, die met de boot erop gaan en met die massa's op een hoop gooien, de vissen hebben er bang van. Ook als je goed kwalitatief aanzet, moet je altijd massa's voeren. Hè? Dan is het
eigenlijk de vis bezighouden, is belangrijk. En als je het kwalitatief aanzet, komt de vis terug naar je aas. Dan gaat er niet van weg. En dan moeten ze bezighouden met constant te voeren. En niet dood gaan voeren met een massa op een hoop gaan te voeren, want de vissen gaan weg. Die hebben bang van die heel grote voerplekken. En dat is natuurlijk, het is wel zo, want veel mensen vragen aan mij, hoeveel kilo bollies moet ik meenemen naar Frankrijk? Ja, ik zeg tegen de meeste mensen, pak 50 kilo mee. Ja, ook voerde, altijd maar beetjes. Je gaat zien, als je beter begint te krijgen, dat 50 kilo ook snel op is. Want met 25 kilo bollies in een week, ja, zelf vertrek ik daar niet mee. Maar het is een techniek die heel goed werkt. Dus gewoon, om de 2 uur, regelmatig met de werppijp blijven bijvoeren. En dat is een hele goede techniek. Bam, 30 kilo hier, met een vette 30 kilo van het jaar. Pff, en dat allemaal openbaar, super. Van meer dan 23 vissen boven de 25, wat een jaar, allemaal op die monster. Oef. Niet te geloven, wat een bak. Ons terugzetten ze. Poepa, helemaal kapot. Oeh. Bedankt, maat. Wat een bak. Die boom, die is al eeuwen oud. En wat heeft dat natuurlijk te maken met karpervissen? Wel, vertrouwen. Die boom heeft al heel wat stormen doorstaan en heeft al heel wat wind en vertrouwen gekweekt in de natuur. Wat heeft dat nou met mijn aas te maken? Nou wel, ik verkoop al 25 jaar mijn aas. En al 25 jaar hebben de mensen vertrouwen in mijn aas. En dat heeft heel veel te zeggen. Ik vis al meer als 40 jaar op karper en ik heb me altijd heel hard verdiept in aas. En in al die jaren ben ik tot de vaststelling gekomen dat de smaak een van de belangrijkste dingen is van ons aas. Versheid en de smaak. En door de smaak kunnen zelfs zo ver gaan dat ze alleen uw aas nog pakken. En daar ben ik van overtuigd, want de laatste 10 jaar heb ik me echt extreem verdiept in samenstellingen die smaken. En elk keer dat wij gaan vissen is het toch heel verplant dat we beter vangen als de rest en zelfs dat andere mensen stilvallen. Klanten van mij vertellen deze, testvissers maken dit mee, dus het werpt zijn vruchten af. Ik heb al die jaren mijn eigen in niet verdiept en ik ben ervan overtuigd dat deze het succes is van een goede aas.